Connection heeft in Arnhem 9 nieuwe trolleybussen in dienst genomen. Deze bussen hebben meer plek voor rolstoelen en kinderwagens. Ja, we hebben 9 nieuwe bussen gekocht in de huisstijl van Breng, onze nieuwe merknaam. En daarmee is dus eigenlijk het voortbestaan van de trolleybus in Arnhem verzekerd. Kom niet aan de Arnhemmer, want dan kom je aan de trolleybus. Arnhemmers zijn trots op die trolleybussen. De komende jaar is dat gegarandeerd, want met die 9 nieuwe trolleybussen kan de Arnhemmer ervan op aan dat de trolleybus in Arnhem blijft rijden. Het grote verschil met de bussen die we nu hebben is dat het interieur anders is. Zo zijn er 2 plekken voor een kinderwagen of een rolstoel. En om toch het aantal zitplaatsen op peil te houden, hebben we voorin wat meer zitplaatsen. Dus daarom een wat smaller gangpad. En u vertelt, er zijn 9 nieuwe bussen. Dat betekent dat het nu helemaal gegarandeerd is? Ja, ook bij de aanbesteding heeft de overheid gezegd de trolleybus moet in Arnhem blijven rijden. Dat was een belangrijke voorwaarde. Ja, en met die 9 bussen die we hebben, plus de 32 die er al rijden, kunnen we ervan op aan dat de komende jaren deze bus nog steeds het Arnhemse stadsbeeld blijft verfraaien.